Een knijpkaart is eigenlijk een werkvorm die dat je in de klas kan gebruiken, waar dat kinderen zelfstandig werken en die je kan gebruiken om allerlei leerstof in te oefenen. Bijvoorbeeld, dit is voor rekenen. Hoe doen ze dat? Ze werken individueel. Ze kijken de oefening, ze rekenen de oefening uit. Ze zoeken de uitkomst hier van boven, welke kleur dat is. Ze pakken de wasknijper van de juiste kleur en knijpen die op het vraagteken. Als al de oefeningen gemaakt zijn, draaien ze om en langs de achterkant staat er een kleurcode, een zelfcorrectie, en verbeteren ze. Is het juist, mag de wasknijper weg. Is het bijvoorbeeld fout, blijft die wasknijper zitten. Zijn ze allemaal verbeterd, draaien ze terug en maken ze de foute oefening opnieuw. Ik doe wel regelmatig steekproeven. Als ik merk, er is iemand klaar en ik heb tijd, dan vraag ik die bij mij en verbeteren we samen. Nu, deze knijpkaarten voor taal gebruik ik in de zorguren. Dan komen er een aantal leerlingen, ofwel individueel of in een klein groepje bij mij. En dan werken we hiermee als werkvorm in plaats van mijn werkblaadjes uit hun werkboekje. Nu, ik gebruik die knijpkaarten tijdens de rekenles. Enerzijds voor snelle leerlingen die snel klaar zijn. Die mogen die knijpkaarten pakken en daaraan beginnen te werken, zodat de rest rustig zijn oefeningen kan afmaken. Maar ook anderzijds voor de niet zo snelle leerlingen of eerder zwakkere leerlingen. In plaats dat zij 3 kolommetjes moeten maken met oefeningen, maken zij er maar 1 en mogen zij verder gaan werken met knijpkaarten. Moeten we plus of min doen, Jali? Min. Min. Hoeveel is er weggedaan, Danesje? Min. Nu, als ik oefeningen maak en ik merk dat er sommige leerlingen wat sneller, wat trager zijn, dan splits ik de groep soms in 2. 1 groep werkt verder met de knijpkaarten, zelfstandig. En het andere groepje komt bij mij zitten om extra uitleg te krijgen of om uitbreidingsoefeningen te krijgen. Nu, door in 2 groepen te werken, differentieer ik een stukje op tempo, de snellere, de tragere leerlingen. Maar ik differentieer ook naar inhoud. Bijvoorbeeld de zwakkere leerlingen die moeite hebben met de oefeningen die we juist hebben geleerd, die gaan makkelijkere knijpkaarten krijgen. Eigenlijk, het niveau van de knijpkaart is altijd het niveau dat ze bereikt hebben. En iedere leerling heeft zijn bundeltje. En die worden aangevuld afhankelijk van hun niveau. Is een niveau bereikt, dan komen er nieuwe knijpkaarten bij. De voordelen van knijpkaarten voor mij zijn vooral, je kan differentiëren in je groep, maar ook, het is heel motiverend voor de leerlingen. Zij zien dit niet als leren, zij zien dit als een spelletje. Ze kunnen iets recht staan, ze mogen iets vastpakken, het is niet zomaar in een boek werken. En, een groot voordeel, heb ik zelf pas ontdekt, is dat je er heel veel leerinhouden kan insteken. Een ander voordeel van de knijpkaarten is dat het heel goedkoop materiaal is. En het is makkelijk zelf te maken. Elk moment waar dat leerlingen zelfstandig moeten werken, is geschikt om knijpkaarten te gebruiken. Bijvoorbeeld contractwerk, hoekenwerk. -1 is gelijk aan 18, dus ik pak een geel knijpkaart en ik steek het hierin. Dan probeer ik het zelf. En ja, als er een foutje is, dan laat ik het hangen. En dan draai ik om. Ja, en dan is dat fout. Dan moet ik dat terug verbeteren.